Maandagochtend, 5:30. We staan hier in Borgloon aan het doorkijkkerkje, de Reading Between the Lines, om de supermaan te fotograferen. Het is hier koud. Het vriest -2 of -1. Maar ik denk wel dat het de moeite gaat zijn. De zon achter mij is stilletjes aan het opkomen, wat ideaal zou zijn. Maar net 2-3 minuten geleden is de maan volledig achter de bewolking ingegaan en we zien hem helemaal niet meer. Dus het is net een maanloze nacht op het ogenblik. Jammer, weer een tripje voor niks, vrees ik.